Een van de koorleden van een van de koren waar ik bij zing. Michiel is de dirigent van beide koren waar ik zing. Ja. Nou jongens, als je voor Messen klapt, mag je ook voor Michiel. Ja. Dat vindt zo'n jongen ook leuk. Ja. Die komt hier ook voor het eerst. Die is zenuwachtig. Die heeft het niet eerder bij de hand gehad. Ik geloof dat ik zo meteen zelf ook nog met hem moet zingen. Gerrit, je mag zelf vertellen wat je gaat doen, dat kun je heel goed. Dat lijkt me handig. Ja, deze staat aan. Kijk eens aan. Ik ben voorheen natuurlijk hier voor het eerst geweest. Toen zag ik dat het een prachtige plek is om een beetje te oefenen en voor mensen te zingen en prachtige muziek te laten horen. Nou laat ik jullie twee opera-nummers horen. Ze komen uit Arie Antique, de antieke aria's. Goh, wat een verrassing. De eerste daar geef ik een hele korte uitleg van. Het gaat over een jonge vrouw die Hard to Get speelt met haar geliefde, een herdersjongen. Alleen, die herdersjongen die had natuurlijk heel veel van haar zielsblij. Alleen ja, zij is een beetje terughoudender en zegt, joh, vergelijkend, poëtisch. Ja, ik hou ook heel veel van bloemen, de roos, favoriet, prachtig, maar ja. Dat ik van rozen houden betekent toch niet dat ik niet ook van andere bloemen kan houden? Ging het daar al? Facilmente a t'ingannar. Bella rosa porporina, oggi Silvia sceglierà. Con la scusa della spina, domani poi la sprezzerà. Domani poi la sprezzerà. Ma degli uomini il consiglio, io per me non seguirò. Se tu mami, se tu sospiri, sol per me gentil pastor. O dolor de tuoi martiri, o diletto de tuo amor. Ma se pensi che sol letto, io ti debba riamar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Pastorello, sei soggetto facilmente a t'ingannar. Facilmente a t'ingannar. Nou, nog eentje om het af te leren. Los vertaald, poëtisch. Vriendelijk bos, och schaduwrijke planten. Vertrouwelijk onderkomen. Het hart van deze verliefde ziel vraagt jullie om vrede en rust, te midden van zijn pijn. Yeah.
Lekker!